BK Houtproducten BV aan de Doorbraakweg in Gramsbergen heeft dinsdag het faillissement aangevraagd en deze is ook dezelfde dag nog uitgesproken. Reden van aanvraag van het faillissement is de tegenvallende resultaten tijdens de economische crisis. Afgelopen maandag werden de ongeveer 40 medewerkers van het bedrijf hiervan op de hoogte gesteld. De directie van het bedrijf dat 20 jaar bestaat is positief over een eventuele doorstart. Men wil nog niet kwijt met welke partij er gesprekken worden gevoerd. Wat er met de ex-medewerkers van BK gaat gebeuren is nog onduidelijk.